Universiteit van Nederland. De HSL, Centraal Station Utrecht, de renovatie van de Afsluitdijk. Allemaal voorbeelden van bouwprojecten die te duur zijn geworden. Om dat uit te leggen heb ik hier een stukje Nederland gebouwd. Een mooie brede rivier, twee oevers. Als de overheid hier een brug wil bouwen, gaan ze nadenken over een eisenpakket voor die brug. Zo'n eisenpakket bevat bijvoorbeeld dat er 20.000 auto's per dag over de brug moeten kunnen. Dat er een spoorbaan naast ligt, zodat de trein ook naar de overkant kan. Een beweegbaar deel, zodat het scheepsvaart er langs kan als dat nodig is. Het moet gemaakt zijn van duurzame materialen, belangrijk voor de toekomst. En het moet ook vooral passen in de omgeving, want het staat er nogal lang. Dan komt er een openbare aanbesteding. Dat is een verplichte procedure waarbij de overheid bedrijven de gelegenheid moet geven om interesse te tonen in dit mooie bouwproject. Stel, er zijn drie aannemers die interesse hebben. De eerste aannemer zegt, ik denk ik ga het op deze manier maken en dan zal het zoveel geld kosten. De tweede aannemer die zegt, nou, ik zal het op een andere manier doen. Ik denk dat dat zoveel kost. De derde aannemer heeft weer een andere manier en die zegt, nou, dit is mijn budget. Wat er vaak gebeurt is dat een aannemer zegt het voor een laag bedrag te kunnen doen. Maar als er dan dingen veranderen in het plan, of er is tegenslag, dat er dan meer werk wordt gerekend. Dus dat wordt dan extra in rekening gebracht. Als de overheid dan vervolgens kiest voor de aannemer met het laagste bedrag, en er gaan dingen mis, of je hebt je eisen aangepast, dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Bouwbedrijven zijn ook gewoon ondernemingen die winst willen maken, geen liefdadigheidsinstellingen. Het is heel belangrijk om goed van tevoren in te schatten wat er allemaal nodig is. En dat inschatten doen alle partijen in de bouw zo goed als mogelijk. Maar dat is in de praktijk toch nog wel lastiger dan gedacht. Er zijn altijd grote risico's die op kunnen treden. En hoe groter het project, hoe meer kans op een risico. En het is ook goed om te realiseren dat elk bouwproject uniek is en dat het maar op één plek in het land ergens terechtkomt. Het is geen fiets die je overal neer kan zetten en in duizendtallen kan produceren. Er is er echt maar één van. Wat er dan bijvoorbeeld kan misgaan zijn technische tegenslagen. Dat ondanks heel goed onderzoek de bodem toch wat slechter of wat zwakker blijkt dan gedacht. Dat betekent ander ontwerp, meer of andere materialen en ook meer arbeidsuren. En daarom helaas ook meer geld. Wat er nog meer mis kan gaan, is dat de wensen van de opdrachtgever, de overheid, veranderen. Ze willen bijvoorbeeld een extra fietspad erbij. Dat betekent ander ontwerp, meer materialen, meer arbeidsuren en daarom ook meer kosten. Je bent ook afhankelijk van de materiaalkosten. Dit balkje bijvoorbeeld kan ten tijde van de plannen maken 10.000 euro kosten. Maar ten uitvoering, als je hem echt nodig hebt, soms wel jaren later 15.000. Nou, kijk hoeveel balkjes we hebben. Dat loopt best wel op. Zoiets kan ook spelen met personeel. En als er tekort aan bouwvakkers is, het duurt het langer om ze te vinden, vragen ze meer geld. En terwijl jij aan het zoeken bent, lopen de kosten voor de bouwplaats, inclusief de huur van alle machines, gewoon door. Dat zie je allemaal terug in de totale kosten van zo'n project. Nu zou je die kosten wel omlaag kunnen brengen door bijvoorbeeld meerdere van dit soort projecten achter elkaar te bouwen. Beter samen te werken, niet elke keer opnieuw aan te hoeven besteden. En misschien ook gewoon soms wel iets minder moois neer willen zetten. Eigenlijk is het niet helemaal fair om alleen naar de kosten van een brug te kijken. Want je hebt ook nog zoiets als de waarde van een brug. Als er tientallen jaren ontelbare mensen elke dag gebruik kunnen maken van zo'n brug en je rekent dat uit, dan kom je misschien uit op een paar cent per keer. En zo'n brug creëert ook waarde. Het is goed voor de economie. Want stel als de brug er nou niet staat, hoe komen deze mensen en voertuigen dan naar de overkant? Dan moeten ze omrijden of helemaal niet gaan. Ik wil daarmee niet zeggen dat je niet kritisch moet kijken naar de hoge kosten van zo'n bouwproject. Maar je moet je ook realiseren dat je goed moet kijken naar wat het oplevert als het er eenmaal staat. En dan de afweging maken. Is het het waard? Nou, vaak wel.